Afgelopen zaterdag kwam Kozakken Boys niet in actie. Wegens overvloedige regenval werd het thuisduel met Ter Lede afgelast. Desondanks werd Kozakken Boys bijna koploper. Concurrent IJsselmeervogels wist pas in de slotminuten de achterstand tegen Noordwijk om te buigen in een gelijkspel. De Vogels staan er door een punt voor op de Werkendammers, maar hebben wel een duel meer gespeeld. Aanstaande zaterdag staat er weer een duel tegen de promovendus gepland. In Maassluis is de plaatselijke Excelsior de tegenstander. Afgelopen zaterdag wist Excelsior Maassluis met 1-4 te winnen van het andere Excelsior uit Rijzen. Dankzij deze overwinning staat Excelsior Maassluis op 4 punten van Kozakken Boys, waardoor de wedstrijd van groot belang is voor beide ploegen. Het duel in Werkendam eindigde dit jaar in een 3-1 overwinning van Kozakken Boys. Arif Urumus Bilek zorgde met 2 doelpunten voor een 2-0 ruststand. Maar 10 minuten voor tijd bracht Sefa Kurt de spanning weer terug in de wedstrijd. Echter een minuut later was het Ismail Yildirim die de wedstrijd besliste. In aanloop naar de wedstrijd met Excelsior Maassluis van aanstaande zaterdag sprak Kozakken Boys TV met Gawila Doekie. Hoe kijkt Gawila terug op zijn eerste seizoenshelft bij Kozakken Boys? Ja, bevalt heel leuk. Gaat heel goed. Alleen een beetje jammer dat ik weinig speelminuten heb kunnen maken. Alleen, we trainen op hoog niveau en ik kom van Jong Dordrecht. Dus dat is voor mij wel een vooruitgang. Sowieso qua niveau is het heel anders voetballen. Maar ik heb het heel erg naar mijn zin. En gelukkig hebben ze hier ook vertrouwen in mij. En mag ik nog een jaartje langer blijven. Dus vind ik alleen maar mooi om te horen dat ze vertrouwen hebben in mij. En dat vind ik alleen maar, dat waardeer ik heel erg. Dus. Je raakte in het duel met Taxandra geblesseerd. Hoe gaat het met je blessure op dit moment? Ja, ik ben nu op de goede weg terug, denk ik. En ik ben 2,5 maand eruit geweest, denk ik. Ik ben nu 2 weken bezig. En het is een lease blessure, dus die zijn altijd hardnekkig en complex. Dus je weet nooit wanneer het voorbij is en wanneer het over is. Dus ik moet het weer rustig opbouwen en niet al te snel denken dat het voorbij is. En dan kan die misschien nog erger terugkomen als ik te vroeg begin. Aanstaande zaterdag wacht Excelsior Maassluis. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Ja, ik verwacht een heel leuk potje voetbal. Sowieso omdat we op kunstgras spelen en zij ook wel veel voetbal in het team hebben. En ik denk dat wij wel gewoon aan onze stand verplicht zijn om ook te winnen. En je speelt op kunstgras, dus het zal niet aan het veld kunnen liggen dat je zal gaan verliezen of een gelijkspelletje zal gaan spelen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Hun winnen zaterdag. Ze hebben een wedstrijd meer gespeeld, maar staan wel op 4 punten. Als je verliest, dan komen ze op 1 punt. Dan is alles weer heel dicht bij elkaar. Ja, dat is ook. Het is een leuke competitie waarin iedereen van elkaar kan winnen. Alleen, wat je zegt, we hebben een wedstrijd minder. Dus als we die weer winnen, staan we weer 4 punten voor. Het duel tussen Excelsior Maassluis en Kozakken Boys begint aanstaande zaterdag om 2:30 op Sportpark Dijkpolder in Maassluis. De supportersbus vertrekt om 1 uur van het Sportpark de Zwaaier.